Stichting Big Mac heeft in verband met de COVID-19-crisis een pakkettenproject uitgevoerd. Deze stichting, die al 27 jaar bestaat en haar basis heeft in Efraimzegen, zet zich in voor gemeenschapsontwikkeling. De voorzitter van de stichting, Gerda Friese, zegt dat het project in verschillende gebieden is uitgevoerd. De voedselpakketten zijn verstrekt aan mensen die in nood zijn. We hebben gekozen nu voor ons pakkettenproject voor Santigron, voor Nieuw Koffiekamp, Nikeri en Powaka nemen wij er ook bij. Reden waarom wij kiezen voor dat soort gebieden, sowieso Nieuw Koffiekamp, wij zijn daar al bekend, omdat wij daar jaarlijks kerstpakketten en een schoolpakkettenproject doen. Dus nu is alleen Santigron erbij, Powaka en Nikeri doen we ook altijd projecten. Dus die twee districten, die twee plekken, daar zijn we al bekend. Maar in Santigron en Powaka, daar komen we nu pas. Als ik kijk naar hoe wij ons pakketten samenstellen, wij denken aan een pakket voor een maand. Reden waarom ik vind van, kijk, ik ben ook ondernemer en ik zie bijvoorbeeld hoe mensen te kampen hebben rondom mij. En ik denk mezelf van, ja, als ik je kan helpen voor een dag of een week, heb ik je niet geholpen. Want dan moet jij weer gaan denken voor de eerstvolgende week. Dus wij hebben ons pakketten zo samengesteld dat je tenminste een maand ermee rondkomt. En denkende en wetende dat wij nu met een gezondheidscrisis te maken hebben, dan spelen wij ook daarop in dat je gewoon gevarieerd kan gaan eten. Want als je een gevarieerde voedingspatroon hebt, dan heb je meer weerstand. Friese zegt dat de COVID-19-crisis ons veel leert. Ze vindt dat in deze periode mensen elkaar een helpende hand moeten bieden. De corona ons ook leert, je mag zoveel geld hebben, je mag zoveel hebben, maar nu kan je er niets mee doen. Je kan niet een vliegtuig pakken, je kan nergens naartoe. Je kan ook als je, je kan niet naar de winkel stappen en doen wat je hebben wil. Dus ja, geef datgene wat je hebt, deel het met de ander. Dat leert voor mij hoor, leert deze crisis ons. Wij hebben dat wel altijd gedaan. Wij hebben dat wel altijd gedaan. Maar wij gaan het nog meer doen. Wij gaan het nog meer doen en wij gaan ons ook uitbreiden. Omdat, ja, dat is wat het ons leert. Tot zover Gerda Friese, voorzitter van de stichting Big Mac. We spraken haar in verband met het pakkettenproject welke de stichting in diverse gebieden heeft uitgevoerd.